En welkom weer bij een prachtig nieuw interview met Jette van Duin. En Jette heeft een ontzettend belangrijk functie, namelijk mensen helpen aan een goed aanbod neerzetten. En als je nu bezig bent en je hebt het idee dat je voor jezelf wil beginnen, of je bent al voor jezelf begonnen, maar het werkt nog niet helemaal, je doet toch iets ernaast, dan ligt het vaak aan het juiste aanbod creëren. En daar is zij gespecialiseerd in. Ze heeft een enorme ervaring op didactiek gebied. Dus ze weet ook exact hoe je een aanbod moet omzetten naar een online programma. Nou, al die onderwerpen, daar gaan wij op in. Ik ga Jette erbij vragen. Hey Jette, goeiedag. Hallo. Mag ik jou gelijk... Want we hebben allebei iets met goud. Dat vind ik altijd een mooie synchroniciteit die dan ontstaat. Waar zit bij jou het goud? Wat is voor jou, zeg maar, waar je helemaal van wat waarde creëert, waar je van gaat stralen? Wat is dat? Ja, je zei het net al, maar toch mensen helpen met zo'n kloppend aanbod. Dat je gewoon ziet dat het voor mensen goed voelt, goed werkt en dat daarmee alles gaat stromen in zich, in hunzelf en daarmee ook in hun business. Ja, gewoon als de puzzelstukjes vallen, de kwartjes vallen, je eigen goud omhoog gaat graven. Noemt het ook wel eens gold digging. Dus als je dat echt naar de oppervlakte krijgt. Ja, heerlijk. Gewoon, ja, mensen zien stralen eigenlijk, ja. En volgens mij heb je dat bij jezelf ook op een gegeven moment gevonden, hè? Dat die puzzelstukjes begonnen te vallen en dat het gewoon in flow kwam. Heb je bepaald iets gedaan waardoor dat gebeurde? Heb je misschien keuzes moeten maken van ja, dit wel, dit niet? Hoe is dat bij jou gegaan dat het zo flowig ging? Ja, best een lange weg hoor. Dus eerst even een burn-out meegepakt. Ik denk voor veel mensen tegenwoordig herkenbaar. En vanuit daar natuurlijk weer eigenlijk gaan opbouwen. Hè, van, de vraag die mij daarin heel veel heeft geholpen, die ik mezelf nog steeds stel, is waar wil ik meer van? Dus niet meer focussen op hè, wat wil ik niet meer. Maar waar wil ik meer van? Hoe kan ik dat expanden? Hoe kan ik letterlijk dat gaan uitbreiden? En de tweede belangrijke vraag van welke mensen krijg ik eigenlijk energie? Dus door steeds terug te blikken met wie heb ik nou gewerkt? En eigenlijk mezelf daar ook weer de vraag bij stellen van welke mensen zou ik meer in mijn leven willen? Welke mensen wil ik meer aan gaan trekken? En door die te gaan matchen, mijn goud en die ideale klant, kon ik eigenlijk steeds beter mijn aanbod gaan opgeven. Wauw, wat prachtig en mooie, concrete en praktische vraag ook gelijk. Waar wil ik meer van en met wie wil ik meer werken? Helder. Ja. Hey, en jij bent dus eigenlijk vol in aanbod. Je bent aanbod-expert. Tegelijkertijd help je mensen een online programma. Je hebt een enorme voorliefde volgens mij voor trainingen maken, voor didactiek. Waar is dat zo ontstaan? Ja, eigenlijk tijdens mijn eigen schooltijd. Ik ben zelf wel redelijk smooth door alles heen gelopen. Maar als ik soms achteraf terugkijk, dan heb ik vaak gedacht, ik heb vaak het gevoel gehad alsof ik op pauze stond. Dus ik deed wel alles wat ik moest wachten. Maar ik was altijd gefascineerd van, oké, waarom vind ik het wel leuk bij die ene docent? Waarom vind ik dit vak wel interessant? Maar ook, hoe kan het persoonlijker? Hoe kan leren leuker worden? En ik weet nog dat ik op zoek was naar een studie. En toen kwam ik bij onderwijskunde uit. En dat is echt de psychologie, de didactiek. Gewoon, hoe werkt leren? Hoe werkt het lerende brein? Ja. En daar ben ik gewoon gegrepen. Dus ik dacht eerst, ik ga het onderwijs in. Dan word ik docent. Maar dacht ik, dat is steeds hetzelfde. En bij onderwijskunde was het veel meer het designen erachter. Het ontwerpen van... Ja, mooie leerproducten, leeromgeving, het inrichten van leren. En dacht ik, ja, daar zit dan wel een sleutel om leren leuker te gaan maken. Geweldig, ja, wat mooi. Hè? Het is niet alleen een leuke verhaal om te luisteren, maar ook onwijs. Volgens mij een tip voor de mensen die in mijn doelgroep vaak zitten van, ja, ik weet niet wat ik wil. Dit is dus de manier, je volgt eigenlijk je interesse. Van, hey, ik zit daar in zo'n les, ik word gegrepen door zo'n docent. Wat trekt me daarin aan? En dat vak, waarom trekt me dat aan? Gewoon continu die onderzoekende vraag. En daar moet je op een gegeven moment al wat mee doen. Nou, je merkt ook al, docent, dat niet. Waar wil ik meer van? Design, dat weer wel. En dan ga je zo'n afslag nemen. Prachtig hoe zo'n pad dan loopt, hè? Ja, ja.
Hey, en nu ben je met name op aanbod gericht. Wat maakt het zo belangrijk voor ondernemers, of als je start, om een goed aanbod te hebben? Waarom is dat zo essentieel? Nou, omdat je daarmee losbreekt. Omdat je daarmee de markt op gaat. Dus je moet zichtbaar gaan worden. En het is eigenlijk heel simpel. Hè? Zonder aanbod heb je eigenlijk geen bedrijf. Op het moment dat jij niks te verkopen hebt aan klanten, draai je geen omzet, kan je geen business bouwen. Dus dat is een heel interessant punt. Wat ook, ja, waarom is het belangrijk om een goed aanbod te hebben? Het moet ook goed voelen, want jij bent je bedrijf. Zeker als een eenpitter zijnde. Op het moment dat jouw aanbod niet klopt, zul je leeg gaan lopen. Of hè, zul je 3 slagen in de rondte werken voor misschien weinig en daar weinig salaris aan overhouden. Dus dat is heel belangrijk. Het derde punt, het moet goed werken. Op het moment dat het goed werkt, zal jouw klant daar ook de juiste, de gewenste resultaten uit behalen. Dus op die manier zie ik het echt een win-win-win situatie. Dus hij moet goed, hè, het moet kloppen zodat het goed voelt voor jou, goed werkt voor je klant en uiteindelijk groei in je business gaat bewerkstelligen. En rondom die klant, wat daar nog heel belangrijk is, op het moment dat jouw klant tevreden de deur uitloopt, zullen zij ook ambassadeur van je worden. Als jij je klant natuurlijk teleurstelt of hè, ze krijgen eigenlijk niet wat ze hadden verwacht. Ja, dat is echt balen, want die social proof is zo belangrijk. En je bewijst natuurlijk op dat moment gewoon je expertstatus. Op het moment dat een klant gewoon, ja, halleluja, bij jou de deur uitloopt. Ze hebben gekregen wat ze graag wilden. Ja, ja, super. En wat maakt het aanbod creëren zo lastig? Waarom merk je dat veel mensen misschien wel tegenaan lopen tijdens het creëren daarvan? Ja, het zit hem aan de ene kant natuurlijk, nou, waar, ook het stuk waarin jij gespecialiseerd bent, hè, van wat is nou datgene waarom ik hier op deze aardkloot ben eigenlijk? Mm-hmm. Wat heb ik nou te geven? Wat is mijn unieke goud? Mm-hmm. Dus ik zeg ook al vaak, wat is gewoon eigenlijk op jouw lijf geschreven, wat jou zo makkelijk afgaat, dat het niet als werk voelt? Het lastige is daarbij dat we vaak boven op ons eigen goud zitten. We zien het niet, we vinden het saai, we denken dat iedereen het kan. En dat maakt het echt heel lastig. We zijn blind voor ons eigen goud. Een mooie quote van you can't read the label from inside the jar, weet je wel. Je kan niet zien wat er op je voorhoofd geschreven staat. Dus daar heb je vaak anderen voor nodig. Dus dat is vaak wat mensen, wat ik dan klanten zeg, ja, maar daar kan ik toch niet mijn werk van maken. Dat is zo simpel. Het ligt vaak zo voor de hand liggend dat we het niet zien. En een tweede punt is eigenlijk, hoe wil jij werken? Dus ik gebruik zelf een aanbodformule. En dat is eigenlijk jouw goud, keer jouw droomklant, keer jouw way of working. Jouw manier van werken is eigenlijk je gouden aanbod. En die manier van werken is ook ontzettend belangrijk. Want mensen gaan heel vaak, schieten ze snel in de vorm van ik wil bijvoorbeeld een online training gaan aanbieden. Maar het is veel interessanter om te kijken, wil jij wel online werken? Ben je offline veel beter? En hoeveel tijd wil je werken? Wil jij gewoon lekker 5 dagen werken of misschien 2? En hoeveel omzet wil je uit je bedrijf halen? Ga eerst die kaders eigenlijk zetten. En ja, en design je aanbod daaromheen. Om je goud en om jouw manier van werken en om je ideale droomklant. En dan zal het aanbod voor jou gaan werken. Wauw. Ja, onwijs mooi. En ook weer heel, heel concreet. Wat vind jij van meerdere aanbodden, ik weet niet wat aanboden, aanbiedingen, meerdere vormen die je aanbiedt. Ja, wat vind je ervan als starter? Of als wat vind je ervan? Nou, een voorbeeld wat ik nu wel eens krijg is dat mensen mij benaderen die eigenlijk startend zijn en direct bijvoorbeeld een online programma willen hebben. Dat is een aanbodvorm, hè? Daarbij zeg ik vaak, het kan, maar ik adviseer je om eerst even gewoon met klanten te gaan werken. En dat is eigenlijk het belangrijkste bij je aanbod. Zeker als je een kennisondernemer bent, hè, je expertise deelt of je bent een coach of een therapeut. Dat jij die feeling moet hebben. Van wat heeft die klant nou van me nodig? En wat heb ik precies te geven? Dus wat ik altijd adviseer, zeker bij een starter, begin gewoon in een klein groepje. Ga bijvoorbeeld eens een workshop geven van 4 uurtjes voor 4 deelnemers.
bedenk een titel. Bedenk even 4 onderwerpen die je wilt behandelen. Pak per uur ongeveer een onderwerpje. Nou, huur een leuke ruimte. Plak er een leuke prijs op. En ga dat maar eens doen. Dat is al ontzettend spannend. Maar dan ga je dat voelen en je gaat merken dat je daarna los bent. Want je denkt, dit is gaaf, dit is leuk. En weet je, dan gaat het balletje rollen. Of start eens 1-op-1. Ga eens een gratis coachgesprek bijvoorbeeld met iemand aan. Zo ben ik zelf ook begonnen. Gewoon gratis gaan coachen. Ik heb een workshop gegeven. Dat is volgens mij €30. Weet je, gewoon maar een beetje gaan spelen. En ja, ook een beetje uit die comfort eerst. Dus lekker echt fysiek met klanten aan de slag. Ja, super. Ja, ik ben zelfs verbaasd over hoeveel mensen inderdaad zeggen, je moet online programma. En ook dat sommige mensen naar mij komen, Frank, kun je me helpen met mijn online programma? Ik zeg gewoon, per definitie nee. Want je moet eerst het gewoon eens met 1 klant proberen, dan dus met misschien 4. Ja. En dan kun je zeggen, oké, deze methodes werken, laten we het eens op video opnemen. Anders ben je volgens mij hele nieuwe video's opnemen, omdat het gewoon niet klopt. Dus ja. Wel mooi dat jij dat dan ook zegt. Wanneer weet je of je aanbod goed is? Want ik kan me ook voorstellen, en je zei het zelf ook wel, dat het, ja, het niet in één keer boel zijn misschien is. Dus hoe weet je, en dat is misschien een lastige vraag, maar hoe kom je erachter? Ja, daar heb ik misschien een heel simpel antwoord op. Maar ik zie hem een soort twee kanten op bewegen, hè? De ondernemerskant, voelt het goed voor jou? Hou je er plezier uit? Hou je er voldoening uit? Voel je dat je van betekenis kan zijn daarmee? Kan je magic daar delen? Ja. Voelt het goed? De andere kant is natuurlijk die klantkant. Zijn zij ambassadeur van jou geworden? Schrijven ze fantastische reviews over je? Komen ze nog een keertje terug? Zijn ze tevreden met het behaalde resultaat? Dus eigenlijk dat. En aan de ondernemerskant is het natuurlijk belangrijk om daar doelen op te stellen. Hè? En dan kan je gaan meten van, is het succesvol? Dus stel, jij zegt als ondernemer, joh, ik wil, ik bied 1 groot traject aan. Ik wil dat per maand aan 2 klanten verkopen en daarmee €5.000 per maand winst draaien. Ik noem maar wat. En op het moment dat je dat behaalt, dat kun je gewoon meten. Dan ben je daarin succesvol. Daarbij wel, wil ik wel gezegd hebben dat je natuurlijk dingen kan meten. Dus meetbare resultaten zijn heel belangrijk. Maar vooral die merkbare resultaten. Hoe voel jij je ook bij dat resultaat? En zo kan je eigenlijk ook weer naar je klantkant gaan kijken. Hè? Dus, ja, zijn zij tevreden? En ook eigenlijk weer op die gevoelskant en op die wat hardere kant. Hebben we het binnen de juiste tijd behaald? Weet je wel, nou, stond het de kwaliteit-prijs in verhouding? Allemaal dat soort dingen. Maar het is natuurlijk belangrijk dat jij zelf je doelen gaat stellen. Dan kan je gaan kijken. Ja, je kunt alleen maar voor jezelf bepalen of het succesvol is of niet. Ja, maar ik vind het wel mooi. Meetbaar en merkbaar. Dat is eigenlijk hoe je voelt of een aanbod goed is. Bij jezelf en gewoon bij de klant. Dat zijn jouw 2 graadmeters eigenlijk. En wat zijn nou misschien tips om een aanbod gewoon echt sterk te maken? Zit het ook misschien in de taal? Zit het misschien in de methode? Wat maakt een aanbod dat je denkt, oh, daar ga ik sowieso klanten mee halen? Wat zijn daar tips voor? Nou, net zoals dat je natuurlijk een soort doelen stelt voor je onderneming, doe je dat natuurlijk ook voor je aanbod. Dus een aanbod, zeker als je kennis verkoopt en expertise verkoopt, dat is vaak een soort leerproduct. Dus neem een traject of een online training. Dat heb je altijd ook ontworpen. Het is eigenlijk een transformatiereis. Een dienst of een product is natuurlijk een transformatiereis waarmee je een klant naar een eindbestemming meeneemt. En dat is jouw geformuleerde eindresultaat. Dat heb je van tevoren, als het goed is, wel bedacht. Hè? Ik wil wel dat mijn klant daar ongeveer uitkomt. Op het moment dat je dat weet, kun je gaan backwards designen. Dus kun je gaan kijken, welke kleine stapjes heeft mijn klant nou nodig om van de huidige situatie waar ze nu staan, naar die gewenste situatie te komen. En die stapjes daartussen, die noem ik vaak inhoudelijke building blocks. Dus hoe bouw je nou de inhoud van je aanbod, je diensten en je producten op? Eigenlijk kun je dat zien als een methode.
Dus wat is nou die aanpak? Met welke methode help ik mijn klanten nou die opbrengsten te behalen? Ik ben heel even de vraag kwijt. Ja, dat is natuurlijk één. En op het moment dat jij ook weet van, hè, van waar staat mijn klant nu en waar willen zij naartoe, kun je daar ook je taal op gaan afstemmen. Want dat is ontzettend belangrijk, dat je taal resoneert met jouw ideale klant. Ja. En jouw klant zou aanhaken op het moment dat jij laat zien van, hé, ik snap waar jij staat, ik snap hoe jij je voelt. En dan zou jouw klant aanhaken, die zou zien van, hé, jij hebt voor mij een oplossing. En hoe je die taal vervolgens gaat verwerken, is eigenlijk op jouw sales page, je verkooppagina. Je wil natuurlijk ergens bijvoorbeeld op je website in je menu het knopje aanbod hebben. Daar wil je dat mensen op klikken. En dan lezen ze wat jij voor hen kan betekenen. En daarin zo'n sales page, een hele grove structuur die ik zelf inhoud, is al aanhoud, is pijn, fijn, medicijn. Dus een klant die wil lezen, hé, hey, welke pijn zit ik nu? Ben je altijd moe? Heb je... kun je slecht keuzes maken en twijfel je over van alles en nog wat? Nou, dat is de pijn en dan de fijn. Nou, verlang je naar een fijner leven met meer energie en voldoening? Pijn, een medicijn. Volg dan mijn training. Daarin ga ik jou helpen om dit te bereiken. Nou, dat is eigenlijk grofweg hoe je zo'n verkooppagina op kan bouwen. Maar dat is dus heel belangrijk bij dat jij die klanttaal spreekt. Ja. Ja, ik denk, kijk, als mensen starten, als mensen echt zeg maar, ik ga nu iets nieuws beginnen. Wat er gebeurt, ik zie mensen iedere volledig op hun website focussen. En ik zie het ook hier bij mensen dichtbij om me heen die gewoon alleen maar met de website bezig zijn. Ik zeg, kom met die website. Ga eerst eens jouw klanten, ga ze eens vragen, ga ze eens interviewen. Welke taal spreken ze, wat vinden ze belangrijk? Ga jouw aanbod eens een keer doen. En daarna... Dan kunnen we het gaan hebben over de website, want die tik je waarschijnlijk gelijk uit je vingers. Ja. Opeens? Ja, eens. Ja, en wat er heel leuk, het is geen truc, maar ik noem dat zelf altijd je eigen trip down memory lane. Ga zelf nou eens kijken welke live events je hebt doorlopen en hoe jij je daarin steeds voelde. Want, kijk, een klant koopt uiteindelijk jou, hè? Ze kopen wel je product, maar ze kopen eigenlijk jou en jouw aanpak. Dus je kunt heel veel informatie ook halen uit je eigen story vaak. Wat heb je zelf meegemaakt? Hoe voelde je je toen? Welke keuzes heb je gemaakt? Want klanten gaan vooral aan op wie jij bent en hoe jij in het leven staat. En welke misschien wel blokkade, belemmering jij hebt overwonnen. En vooral ook hoe jouw huidige situatie is. Dat jij bijvoorbeeld een succesvolle ondernemer bent. Dat is wat mensen graag van je willen kopen. Dus die trip down memory lane, ga dat eens voor jezelf opschrijven. En schrijf ook eens steeds op hoe voelde jij je toen. En je zult zien dat hoe jij je voelde ook zou overeenkomen met jouw ideale klant. Oh, geweldig, ja, het is echt goud waard. Maar ook wat je... trip down memory lane, ik vind het wel een mooie. En tegelijkertijd, laat dit ook zien wat je ook zegt tussen neus en lippen door. Van mensen... kopen ook jou als mens, als persoon. Dus sommige mensen zijn onwijs bezig met mijn aanbod en mijn website enzovoort. Ze kopen jou. Dus zorg ook gewoon dat je gewoon een leuk mens bent en dat je jezelf blijft ontwikkelen. Want dat is volgens mij wat mensen van jou willen leren. Jouw levenslessen, jouw levenswijze, jouw persoonlijkheid soms. Dus dat, ik denk ook, blijf gewoon een leuk mens en blijf in jezelf investeren. Ja, absoluut. Ja, anders verval je van die algemene taal. Ik ben ook begonnen met heel erg mijn vaktaal te spreken. Nou, dat slaat niet aan. Mensen kunnen zich daar niet mee identificeren. Het is saai, ze begrijpen het niet. Totdat ik met die klanttaal ging spreken en mensen denken, hé, dat is interessant. Ja, I feel you. Ik snap, ik heb dit probleem ook. En compleet andere wereld waar je dan eigenlijk in stapt. Ja. Ja. Ja, hey, en een andere ding die ik gewoon aan jou wil voorleggen. Ik hoor ook heel veel mensen die zeggen, ik heb allerlei ideeën. Hoe moeten mensen voor verschillende ideeën gaan? Hoe kom je tot dit idee? Wanneer moet je zeggen dat dus niet meer? Wat zou je advies zijn als je verschillende ideeën hebt? Ja. Ik help mensen ook met het maken van een aanbodontwerp. Dus ik zou een beetje kunnen toelichten hoe dat eruit ziet. Want
dat is het mooie. Als ondernemer, we hebben geen gebrek aan ideeën. Dat is juist het probleem, we hebben er te veel. Maar ook hier weer bij, kijk weer even, ik noem het vaak je business design, hè? Ook die manier van werken. Dus even eerst weer je eigen kaders erbij pakken. Hoeveel winst wil ik uit mijn bedrijf halen? Hoeveel wil ik gaan werken? Wil ik online of offline gaan werken? Wil ik met individuen of met groepen gaan werken? Even vier soort hoofdcategorieën. Op het moment dat je daar voor jezelf bij weet, oh, daar voel ik me fijn bij, kun je gaan kijken, wat voor soort diensten of producten passen hier dan bij? Dus stel jij wil offline gaan, nou, dan heb je verschillende diensten. Dus denk aan een retraite, een workshop, een masterclass, een training, een traject. Maar je wil met groepen werken, nou, dan kun je een groepstraject starten. Dan kun je gaan kijken van, daar moet je eigenlijk weer al die verschillende punten op gaan plakken. Van wat kan ik daar voor prijs aan hangen? Vind mijn doelgroep dit ook interessant? Wat ik met mijn klanten doe, is op die manier gaan kijken. Wat is er eerst is allemaal mogelijk? Welke soorten producten en diensten zijn er allemaal? En vervolgens, wat ik vaak doe, is dat echt op post-it schrijven. Eigenlijk een NLP-oefening, weet je wel. Leg het maar eens op de grond, ga er maar eens op staan. Hoe voelt deze dienst? Hoe voelt dit product? Ja. En dan zul je bij jezelf al gaan merken dat je bij je eentje misschien al denkt, ah nee, toch niet. Pff, voelt zwaar, bijvoorbeeld. Nou, hup, weg. Weet je, dan gaan we dat niet doen. Dat in eerste instantie. Altijd begin bij je gevoel. Vervolgens gaat het ook gewoon in eigenlijk een aanbodfunnel wegzetten. Want je wil natuurlijk altijd ergens een upsell in je aanbod hebben. Dus stel, mensen komen binnen bovenaan de funnel in een gratis e-book. Nou, dan wil je ze misschien naar een wat laagdrempeliger, goedkoop product. Dat ze daar ook kunnen instappen. Maar je wil misschien ook wel echt een duur 1-op-1 traject aanbieden. Ik noem maar wat. Ga dat dan eens gewoon in kaart brengen. Van wat heb ik gratis aan te bieden aan mijn klant? Wat heb ik in een soort middensegment aan te bieden aan mijn klant? En wat echt in het high-end, het wat duurdere segment aan te bieden? Ga die post-its daar eens gewoon in plakken in zo'n soort trechter. En op die manier kun je eigenlijk je aanbodontwerp gaan maken. Dus zorg dat er doorstroom in zit. Dat mensen altijd naar beneden door kunnen stromen. Ook dat mensen van verschillende niveaus in kunnen stromen. Dus begin wel echt vanuit het wat voelt nou goed voor jou. En lekker post-its. Ik raad altijd iedereen aan, kopen flip over, post-its. Sowieso als ondernemer, lekker plakken en verschuiven. En ook het laatste wat ik erover zou willen zeggen. Onthoud, jij bent de baas in je bedrijf. Jij mag ieder moment alles veranderen. Ik merk dat mensen het heel spannend vinden om iets vast te zetten. Om er bijvoorbeeld een vaste prijs aan te hangen. Om er een vaste titel op te zetten. Het maakt niet uit. Als jij morgenochtend besluit van, joh, die prijs mag toch omhoog. Dan gooi je hem lekker omhoog. Want dat is gewoon waarom jij, daarom ben je ondernemer. Ja, nee, helemaal eens. Ja. Ik vind het wel mooi. Ik vind het heel weer praktisch. Gewoon posters op de grond, ga erop staan. Al je ideeën. En ga van daaruit kiezen. En als je dan eentje kiest, daar dan eventjes die de doorstroom op maakt. Ja. En dan kunnen misschien andere ideeën ook weer een plek krijgen. Want dan denk je, oh, dan kan ik dit eigenlijk hier neerzetten. Oh, oké. Supermooi. Ja. We zijn nu onwijs voor online. Heel veel mensen moeten thuis werken. Er worden heel veel trainingen online gedaan. Jij hebt natuurlijk ook, je hebt gekeken naar hoe het brein werkt. Je bent didactisch onderlegd. Wat zijn een paar van die dingen die we gewoon moeten beseffen, waardoor we meer of makkelijker kunnen leren online, of dat het misschien ook leuker is. Zijn daar technieken voor, of methodes, of middelen? En dan bedoel je voor ondernemers, voor startende ondernemers, om meer online te gaan werken? Ja, nee, misschien kijk, meer gewoon zoals dit. Hè. Er zijn heel veel trainers, trainingen online nu. En ik merk heel veel mensen die zijn gewoon schermmoe. Het wordt gewoon taai. Bijna 8 uur per dag achter een scherm. Alleen maar meetings, sessies, trainingen. Wat zou jij adviseren om misschien de gever, degene die daar staat, om dat leuk en zo, hoe zeg dat, leerzaam mogelijk te maken? Ja, daar kun je. Er is veel mogelijk met natuurlijk breakout rooms.
Ja, het eerste wat in mij opkomt, zorg altijd dat je blended werkt. Dus dat je de mix maakt tussen online en offline en tussen groep en individu. Dus ik kan een voorbeeld geven hoe ik nu zelf een traject vormgeef. Ja, hou die variatie erin. Wat je niet wil, is dat mensen kunnen duiken in een groep. Dus stel, jij doet een Q&A voor 50 man. Weet je, mensen kunnen duiken. Dat wil je niet. En dus je wil dat mensen doorhebben. Ik zie jou, je bent er. Geef ze hele... Weet je, stel... Vaak denken we dat je mensen vrij moet laten. Zo vrij mogelijk. Nee, op het moment dat ik met mensen ga werken online... Dan zeg ik ook... Of stuur me van tevoren module 1 en 2 en 3 toe. Of zorg dat je dat in ieder geval gedaan hebt. Tuurlijk, mensen zijn zelf verantwoordelijk. Maar geef ze instructies. Geef ze duidelijkheid. Zeg wat je van ze verwacht. En pak dat ook als punt waarop je verder gaat. Dus ga nooit de mensen belonen die achterlopen. Die niks hebben gedaan. Die, weet je wel, nog vragen stellen uit een soort vorige fase. Klinkt heel kinderachtig. Maar... Je wint daar twee dingen mee. Je wint ermee dat de mensen die zich wel bevoorbereid zich beloond voelen. En de volgende keer ook weer dat goede gedrag zullen laten zien. En je bestraft. Het klinkt heel schools hoe ik het nu vertel. Maar ik hoop dat die wel goed overkomt. De mensen die niks hebben gedaan. Die gaan voelen van hey, ik mis nu wat. De volgende keer ga ik wel 3 keer zo hard lopen. En zorg dat ik wel bij ben. Ja. Daar moet ik even aan denken. Ja, wissel. Wat ik zelf... vaak doe als ik online ga gebruiken, er ook een PowerPoint bij, want dan horen mensen je, ze kunnen zien en ze kunnen dingen lezen, plak er ook nog afbeeldingen bij, zodat het ook nog visueel binnenkomt, dus prikken op zoveel mogelijk zintuigen, zet ze af en toe zelf aan het werk, gebruik open vragen. Ja, dit gaat echt over werkvormen natuurlijk, varieer daarin, dat is het allerbelangrijkste, varieer met die werkvormen, houd het beknopt, niet te lang. Wat kan je daarin nog meer doen? Ja, ik maak zelf vooral echt online programma's. Dus daarin ook beknopt. Veel variatie. Ik voeg video toe, ik voeg audio toe, meditaties, werkbladen toe met open vragen. Ik doe daar nog bijvoorbeeld verdiepende bronnen bij voor de persoon die denkt, oh interessant, ik wil nog meer lezen. Maar de mensen die denken, nee, daar heb ik geen zin in, die hebben niet het gevoel van, oh, ik mis nu wat. Ja. Laat mensen hun eigen planningen maken. Hè. Zorg dat zij dat eigenaarschap pakken over dat proces. En ik denk wat daar heel belangrijk in is, dat je als begeleider vooral op het proces begeleidt. We zijn heel erg geneigd om het resultaat te begeleiden. Maar begeleid op het proces. Hé jongens, hoe is afgelopen maand gegaan? Hoe is afgelopen week gegaan? Waar loop je nog tegenaan? En dus reflecteer op het proces, maar kijk ook vooruit. Van oké, hoe gaan jullie aankomende week of maand weer aanpakken? Hou ze daarin. Maak ze zelf verantwoordelijk voor dat leerproces. Maar help ze daarin. We hebben nooit geleerd om te leren leren. Hè? Dat is weer dat didactische stuk. Daar heb je ook een rol in als teacher, als leider eigenlijk. Die zou veel meer op dat stuk moeten liggen dan op de inhoud. Dus we gaan heel vaak op de inhoud. Maar het is volgens mij veel interessanter, dat zie ik ook bij mijn klanten, om eens te gaan kijken, hey, waar blokkeer je nou? En wat ligt daar dan onder? Op het moment dat we daar doorheen breken, zul je zien, huppatee, dan hebben ze die volgende maand weer 2 modules er doorheen geknald. Ja. Weet je wel? Ja, los op. Maak los wat vast zit. Ja, ja. Ja, nee, ik heel duidelijk. Ik hoor 3 dingen. 1 is, zorg voor variatie. Dus zorg voor echt verschillende dingen. Dan weer van het scherm af door 1 op 1. Dan weer met groepen. Variatie. 2. Zorg dat ze accountable worden voor hun eigen resultaat. En 3. Ja. Focus op het proces. En niet altijd alleen maar op de inhoud. Want dat lukt de meeste nog wel. Het proces zit vaak de bottlenecks. Super helder. Hey, als laatste. Je bent natuurlijk zelf ook echt een ondernemer. Je hebt jouw business gebouwd. Je komt uit een burn-out. Dus je hebt echt wel keuzes moeten maken. Wat is de tip die jou als ondernemer heeft geholpen om te komen waar je nu staat? Wat is er 1 ding die je het meest heeft geholpen? Juist de mensen om je heen verzamelen. Ja, zorg dat je like-minded people om je heen hebt. Dat je niet naar beneden gehaald wordt door mensen, maar dat je support voelt. Dus bijvoorbeeld, ik ben zelf op een gegeven moment nog een coachopleiding gaan doen. Toen dacht ik, wow, deze vrouwen, ik hoef niks uit te leggen. Iedereen snapt me hier en ik snap iedereen ook. En helemaal zo'n warm bad. Ik zit nu in een mastermind.
met twee dames. Nou, die zijn eigenlijk weer veel succesvoller dan ik. Dus ook altijd zorg het liefst dat je de smallest in the room bent. Hè, dat je je kan optrekken aan de mensen met wie je omringt. Dat is veel fijner dan wanneer hè, mensen graag op jouw adviezen gaan hangen natuurlijk. Ja, dus omring je ook met de mensen die een voorbeeld voor je zijn. Ja, dan weet niet, dan word je minder snel uit het veld geslagen. Ja, precies. En dan zie je dat mensen die al verder zijn, dat die dezelfde struggles hebben en issues dat jij als minder ver, dat is denk ik ook interessant. Hey, jij gaat iets nieuws lanceren in november. Daar ga je een masterclass over geven. Als mensen dat willen volgen, waar kunnen ze dan naartoe? Ja, dat is een masterclass over hoe je je aanbod maakt en ook je online aanbod vanuit jouw gevangen goud eigenlijk. Dus dat is een gratis masterclass en dan kunnen ze naar www.fabriekauthentiek/maakjegoudenonlineaanbod. Zet nu in beeld inderdaad. Het is een masterclass van een uurtje en ik ga dan dieper ook in op die aanbodformule. Hoe vang je nou dat eigen goud? Hoe vind je dat fundament voor je aanbod? Ja, helder. Leuk als mensen erbij. Ja, en als je gewoon willen volgen op Instagram, Jette van Duin, makkelijk te vinden. LinkedIn, Jette van Duin, makkelijk te vinden. Ja. En daar geef je ook regelmatig toffe content en waarde. Dus dat is sowieso goud. Hey, Jette, super bedankt. Enorm waardevol, praktisch, concreet, helder over waarom het aanbod belangrijk is, maar ook een paar tips als ondernemer waar je op moet letten. Dus super bedankt. Ook kijker, tof dat je nu kijkt. Als je de herhaling kijkt, geweldig. Als je vragen hebt, laat het ons weten. En voor nu gaan we afsluiten. En nogmaals, super bedankt. Dankjewel. Doeg. Doei.